Op een sfeervol sportpark De Hoge Bomen speelt Westlandia vandaag de enige derby in de derde divisie, voor Westlandia tenminste, tegen Kwik uit Den Haag. Een goed gevuld sportpark De Hoge Bomen, want er viel veel te beleven en er is natuurlijk steun nodig voor de groen-witte, want elk punt is belangrijk. Het eerste wapenfeit komt op de naam van Kouwenhoven naar die vrije trap, kopt hij in, maar goed, Bob van de Hoek kon die bal makkelijk oppikken. Kwik misschien wel op jacht naar een periodetitel, tenminste als ze de lijn van de afgelopen weken kunnen voortzetten. Maar Westlandia zal dat natuurlijk proberen te dwarsbomen. Dan een voorzet van Kaiver Beek. Kan iemand daarbij? Ja, is het Melvin Vissers die daar kan koppen? Maar bal gaat toch wel een paar meter naast. Melvin Vissers niet de grootste uit het team van Westlandia, maar hij kan dan wel inkoppen. Nou, niet al te spannend, wordt hier rustig toegekeken. En dan is het de aanval van Westlandia. Is het Ogidi Nwanko die kan oprukken en dan Dinant Koen in stelling brengt. Dat was wel de grootste mogelijkheid tot nu toe. Na 35 minuten spelen, goede voorzet was dat vanaf de rechterkant. En Dinant Koen had daar misschien wat meer mee kunnen doen. Maar Puister stond in de weg. Westlandia nog niet uit het veld geslagen. Probeert opnieuw de aanval te zoeken en dan maar van afstand. Is het Kellu die schiet. Maar ook dat helaas voor Westlandia een ongevaarlijke poging. Ging een metertje naast de paal. In de tweede helft kan Jetson Marquez op eigen helft de bal oppikken. Stoomt op en geeft een goede paas. Tenminste, Kellu kan die bal nog oppikken. Kan hem zelfs weer doorspelen op Marquez die dan uit kan halen. En op de vuisten van Puister. En dan kan uiteindelijk Bilal die bal wegwerken. Goed moment van Westlandia, goed opgezet door de nummer 11, Jetson Marquez. Maar helaas levert het geen doelpunt op. Dan Da Costa met een lange bal weer op Ogidi Nwanko. Met zijn snelheid komt hij daar nog bijna bij die bal. Ja, blijft ook nog binnen. Wordt die bal opgepikt. Vissers in het strafschotgebied met een schot. Maar die gaat helaas niet in het doel of zelfs maar in het doelvlak, maar er overheen. Dan Schutte speelt in op Brandsen. Die wil verder pasen, maar raakt dan de bal kwijt. En dan staan ineens de Kwikspelers voor Bob van de Hoek. Het is Boujarzan die inschiet, maar Bob van de Hoek redt gelukkig. En Westlandia blijft daardoor op 0-0 staan. En blijft er dus nog alle kans op de overwinning. Betekent dat er nog wel een keertje een grote kans moet volgen. En dan de bal vanaf de rechterkant ingebracht. En dan is het Ogidi Nwanko. En er wordt geappelleerd voor Hens. Maar de scheidsrechter van Kommer die wuift het allemaal weg. Dan een lange bal van achteruit om de spitsen te bereiken. En dat gebeurt dan ook aan de rechterkant. Is het daar, dan wordt Brandsen ten val gebracht. Is het Heerde van de Arend die de bal nog naar de rechterkant kan spelen? Is het weer Brandsen die probeert uit te halen? De bal schuift ver naast. Het is jammer, het is ook een beetje, je ziet ook een beetje de moedeloosheid van de groen-witte. Dat het maar niet lukt om echt gevaarlijk te worden. Maar ze geven het niet op. Misschien met een afstandsschot wordt de bal daar dan nog ingebracht. Baloverzicht wordt behouden. Is het weer Brandsen die dan uit de draai kan voorzetten. En dan lopen eigenlijk twee spelers, Jamie den Hartog en Nwanko, elkaar in de weg. En dat was ook het laatste wapenfeit. Het blijft 0-0. Westlandia in ieder geval een puntje erbij.